Hier moeten ze weer terugkomen. Asielzoekers in het voormalige klooster De Eik in Slagharen. En ze lijken in Slagharen welkom. Ik vind dat een goed idee. Van mij mag dat. Maar ik weet dat toen in het begin er heel veel bezwaren tegen waren. Maar later vond iedereen het hartstikke leuk. Of leuk, maar in ieder geval geen problemen meer. Dus ik heb er geen moeite mee. Dat ding staat toch altijd maar leeg. Ze hadden er nooit uitgemoeten. Hoe anders was dat in 1987 toen Slagharen het eerste AZC van Nederland kreeg? Wij protesteren tegen het beleid van WVC dat de lasten niet gelijkelijk verdeelt. Overhouden met Jan. Nou, mijn mening is dat u moet hier dat spul niet naartoe halen. Maar Slagharen verzoende zich in de jaren daarna met de asielzoekers. In 2003 werd het AZC gesloten. Het klooster staat nu bijna 10 jaar leeg. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil het verbouwen. De nieuwe opvang is voor 520 mensen. En voor sommige inwoners van Slagharen is dat te veel. Ja, ik kan mij die reactie heel goed voorstellen. Laat ik daar heel helder in zijn. Als je dat plaatst ten opzichte van het inwoneraantal, dan zeg je ja, begrijpelijke reactie. Aan de andere kant wil ik ook benadrukken dat we ook kijken zeg maar, naar de kwaliteit van de voorziening in het dorp. Nou, als je kijkt naar Slagharen, een kern van 3000 inwoners, dan zien we daar ook hele goede voorzieningen. Op terrein van onderwijs, op terrein van sport, medische voorzieningen. En dan denk ik dat het aantal op zich goed in te passen is als we kijken zeg maar, naar de kwaliteit van die voorziening. Volgende week wordt met de inwoners van Slagharen gepraat. En in november wordt de knoop doorgehakt. Dan is duidelijk of hier vanaf 2016 weer asielzoekers wonen.